Ik kwam het een keer tegen, ook een tekst die ik heel erg mooi vond, sta op en schitter. En ook dat onze huis een huis van licht mogen zijn. Dat we aan de mensen om ons heen kunnen laten zien. Door het licht wie God kan zijn. Maar ook wie wij voor de ander kunnen zijn. En ik denk als je zelf licht uitstraalt en licht geeft aan anderen, kunnen het anderen ook weer doorgeven aan elkaar. Ik ben jeugdouderling, volgens mij al 2 jaar of 3 jaar. En dan ben ik verantwoordelijk voor al het jeugd- en kinderwerk in de kerk van 0 tot 20 jaar. En tegelijkertijd ben je ook oudste van de gemeente, dus geef je leiding aan de volledige gemeente. En dan specifiek heb ik dan het kinderwerk onder mij. Het ging over Jesaja, dat er een boodschapper kwam met goed nieuws en dat was Jesaja. Wie weet wat dat betekent, profeet? Staat God kent. En weet nog iemand dat? Een helper van God? Dat is zo. Er komt heel veel op de kinderen en op de jongeren af. Dat zien wij ook van de wereld. Gewoon, buiten de kerk. Dat is ook merkbaar in de kerk. En dat is ook wel soms spannend en moeilijk hoe je daarmee omgaat. En, dat is ook wel een zoektocht. In deze maand hebben toch heel veel mensen ook een kaarsje aan? Ja. Hebben jullie wel eens een kaarsje aan thuis? Ja. Of in een kerstboomkaarsje, of in kerstboom bijvoorbeeld niet? Of gewoon een mooi lichtje? Nee, klein. Dat is een moslim. Nee, oh, dan heb ik geen kerstboom, dat kan ook. Maar soms buiten zie je... Wij hebben wel een kerstboom, maar dat is zo'n kleintje. Nou, weet je, in deze maand als het donker is, dan doen mensen vaak een kaarsje aan. En als een kaarsje aan is, dan geeft het kaarsje... Licht. Vroeger hadden de mensen helemaal geen lampen, hadden alleen maar kaarsen. En heel vroeger, en toen liepen ze met een kaars aan om te zoeken in het donker. Het mooie is, als je een kaars aan doet, komt er licht van. Dat en weet je eigenlijk, als ik was tegen een Noemi en Loos zeg, soms, wij zijn eigenlijk ook wel een beetje een kaarsje. Weet je, want als jij, als Noemi of jij, Noortje, licht geeft, dus er aardig bent voor andere mensen bent, dan geef je licht. En dan doen andere mensen ook weer aardig tegen jou. Zo werkt dat, of ze doen aardig tegen andere mensen. Dus zo kun je lichtje zijn voor andere mensen, ook soms om andere mensen te helpen. Vanuit de plek waar je woont, waar je leeft, is het heel erg mooi om die licht uit te kunnen stralen. En, als we allemaal in ons eigen hoekje, in ons eigen huisje, ons eigen plekje en niet met elkaar in contact komen, dan ik denk niet dat het zo bedoeld is. Want er kunnen ook gewoon momenten in je leven zijn dat je hulp nodig hebt. En dan is het gewoon goed om voor elkaar te zijn. En als je... je huis wel gesloten is, dan kunnen andere mensen ook niet zien wat je nodig hebt. Maar Noemi is ook nog een mintgroen licht, of is ze daar nog mee bezig? En wat wij toch wel, kijk, het mooie vinden aan de wijk, wordt vaak best wel wat negatief over IJsselmonden gesproken. Er gebeurt ook heus wel van alles, maar er gebeurt overal wel wat. Alleen wij vinden het wel mooi dat het een heel veelkleurige wijk is. Dus heel veel verschillende culturen, verschillende mensen, verschillende achtergronden. En het is niet... je mag gewoon zijn wie je bent, zeg maar. Het is niet een soort dresscode hoe je eruit moet zien. Het zijn gewoon veel verschillende woningen. Ik vind dat wel mooi. En dat je ook in het contact met elkaar van elkaar kan leren. En dat je... blik gewoon breder is eigenlijk. En dat is ook wel wat ik hoop dat mijn kinderen ook meekrijgen als ze hier in de wijk opgroeien. Ja.